Van sommige grond is duidelijk dat het van de gemeente is, zoals deze speelplaats. Maar deze tuin... Mooiste grond van de Witte Kruisstraat. Anneke Erades uit Zuid-Scharwoude snapte niets van toen ze opeens een brief kreeg dat haar geliefde tuintje op gemeentegrond zou staan. We hebben zoveel zorg aan gehad aan die tuin en het onderhoud. De gemeente deed er echt niks aan. We hebben ze nooit gezien. Maar de gemeente is er nu wel, met de vraag of Anneke even wil betalen. 20.000 euro om de 160 vierkante meter aan grond te kopen. Of anders te huren voor 550 euro per jaar. Dat terwijl een ambtenaar van de gemeente in de jaren 60... na drooglegging van de sloot bij de Witte Kruis... de grond aan haar familie zou hebben gegeven. Het is ons toegezegd. Ze hebben er afstand van gedaan. Al 6 jaar duurt de juridische strijd. Wij zijn nog strijdbaar. We hebben al van horen zeggen van mensen... ja, maar hou nou een keer op. Jullie worden al zo oud en straks krijg je wat. Nou, dan krijg ik maar wat. Potverdikke me. Ik wil voor mijn recht opkomen. We liegen niet. We bedriegen niet. We stelen niet. We roven niet. We vertellen gewoon eerlijk de waarheid. Zo is het gegaan. Afstand van gedaan. Jullie mogen het hebben. Maak er wat van. Het is ons toegezegd. De gemeente blijft erbij dat er gewoon betaald moet worden. De verkoop en verhuur van alle 1250 tuintjes gaat naar schatting jaarlijks 1 ton opbrengen.